Goedenavond, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Powerplay. Het enige programma op de Nederlandse televisie waar het allemaal draait om videogames. De hele videogames en niets dan de videogames. Het lijkt wel vruchtensap. We zitten absoluut tot de nop toe vol met videogames. Afgeladen met tips, secrets en het laatste nieuws. In Power Live doen we je dit keer verslag van ons bezoek aan een onderzeeër. Jawel, geen zee gaat ons te hoog, geen oceaanbodem te laag. In Power Player krijg je vandaag, net als vorige week, de kans een blik te werpen op de speltechniek van de toekomst, virtual reality. Maar nu eerst Power News en nog eens Power News. Iedereen zat er al een tijd op te wachten. Eindelijk is hij er dan. Star Wars voor de Super NES, een must voor de echte Star Wars liefhebbers. Het is absoluut een moeilijk spel geworden. Het is wel moeilijk. Het is erg moeilijk, toch wel. Martijn, doorgaan. Het vergt ook veel doorzettingsvermogen en veel oefening, sorry hè. Je bent Luke Skywalker, er zijn 9 levels en ze zien er allemaal even mooi uit. Minder mooi is deze gevaarlijke schorpioen. Maar schiet er flink op los en hij overleeft het niet. Drijfzand is natuurlijk erg gevaarlijk, maar nog gevaarlijker is de dude die eruit tevoorschijn komt. Hij is de eindbaas van het eerste veld. We zien hier zijn eerste tentakel. Ook voor hem geldt flink schieten en hij legt uiteindelijk het loodje. Nu zijn we in de jet op weg naar de Sandcrawler. Als je de film hebt gezien, dan kom je die ongetwijfeld bekend voor. Je zit trouwens samen met de robot C-3PO, en dat is Engels, in de jet. En dit is dan die Sandcrawler waar we in moeten. Je andere robotkameraad, R2-D2, en dat is geen Frans, die zit namelijk in dat ding gevangen. Hij is meegenomen door, alweer Engels, de Sand People. Je raakt snel verslingerd aan dit werkelijk prachtige spel. En je kan niet zeggen dat we niet gewaarschuwd hebben. Het is ook erg moeilijk. Oh, Laila. Oh, Laila. Oh, oh. Albatros. Laila en Albatros zijn de nieuwste agenten op de Mega Drive in Rolling Thunder 2. Ze krijgen een geheime missie. De terroristische groep Galdra steelt om de haverklap satellieten uit de ruimte. En dat zit de bazen van het heldhaftige duo niet lekker. Je kunt in dit spel alleen spelen of met z'n tweeën. Hun missie begint in Miami, waar ze een villa moeten binnendringen. Hier zie je Albatros in volle actie. Achter sommige deurtjes kun je munitie aanvullen, andere kun je gebruiken om even te verschuilen. Rolling Thunder heeft 8 levels en het is vooral een kwestie van op de juiste momenten bukken, schieten en schuilen. Hier zie je alvast een stukje uit het 3e level. Blijf alert, want tegenstanders proberen je van achteren te verrassen. In dit level vind je een geavanceerde lift die je naar ondergelegen verdiepingen brengt. Probeer niet zoals hier zelf naar beneden te springen, anders eindigt je missie voortijdig. Na Parodius voor de Game Boy en de Super NES is er nu ook een versie voor de NES. Ook in deze versie kun je kiezen uit 4 verschillende figuren om mee te spelen. Deze kat is een van de eindbazen die je al kent uit de andere spelversies. Het is echt een vermakelijk schietspel, te gekke eindbazen en zoals je ziet volop rare vogels. Onderweg kun je je wapens oppeppen door de zogenaamde power-ups te gebruiken. Ook is het mogelijk om er nuttige items bij te krijgen. Dat gebeurt wanneer je goed en soepeltjes door het spel heen vliegt. En dat deze versie echt gelijkwaardig is aan de andere versies, bewijzen we door middel van een kleine demonstratie. Parodius biedt je echt een ruime verscheidenheid aan bizarre en bijzondere ontmoetingen. Bijvoorbeeld de clowns lag echter niet te vroeg, want de levels zijn erg moeilijk. Al met al is Parodius, voor welk systeem dan ook, een geslaagd spel. Er komen steeds meer CDI-spellen op de markt en dus besteden wij er in Powerplay ook regelmatig aandacht aan. Vandaag is het CD Shoot. Kleid uitschieten in alle mogelijke varianten, maar dan wel lekker thuis op de bank. Je kunt kiezen uit verschillende onderdelen, zo is er Sporting, Ball Trap, Olympic Trap en English Skeet. In oplopende moeilijkheidsgraad uiteraard. Grafisch is het allemaal perfect voor elkaar, zoals altijd bij CDI. En het geluid is zo goed dat je werkelijk denkt dat ze in je kamer staan te knallen. Het draagt in ieder geval allemaal bij tot een verhoging van de sfeer. Waar het bij dit spel voornamelijk op aankomt zijn je reflexen, het schietmoment en je zuiverheid van richten. Om al deze elementen goed te kunnen coördineren moet je flink oefenen. CD Shoot is zeker een mooi en fijn spel en je kunt het met maximaal 5 mensen tegelijk spelen. Wahoo! Never change a winning formula. Zo denken de makers van de Mega Man spellen er tenminste over. Voor de NES is nu deel 4 beschikbaar. Dr. Willy is opnieuw op het oorlogspad en jij moet hem nu nogmaals proberen te verslaan.
We zitten hier in het veld van de Pharaoh Man. Je ziet het aan de hoofdjes en de beestjes die je achtervolgen. Zo, even een power-upje. En dan komen we bij de mummy. En deze mummy schiet hoofdjes aan de lopende band. Oppassen dat je je eigen hoofd niet kwijtraakt. Dit is het veld van de Toad Man met veel regen en tegenwind. En dat zie je aan hoe Mega Man loopt. Hier dan een van de tussenbazen, een grote slak. Je komt in dit spel veel tegen, bijvoorbeeld van die king-size monsters die je moet verslaan om verder te kunnen. En kijk, hier is het hondje dat we kennen uit Mega Man 3. Ook kun je rare dingen tegenkomen, zoals bijvoorbeeld de schakelaars. Daarmee haal je het veld tevoorschijn. Mega Man 4 voor de NES is een pittig spel, maar zeker de moeite waard. Ooit zijn ze begonnen als een parodie op de Ninja Turtles. Eerst op de Game Boy en nu leiden de Battletoads ook een eigen leven op de Mega Drive. Niet verwonderlijk, want dit spel is meer dan de moeite waard. De Dark Queen heeft je kikkervrienden Pimple en Angelica ontvoerd en ja hoor, jij moet ze weer bevrijden. Al spelend leer je steeds meer technieken die nodig zijn om verder te komen. Zo leer je bijvoorbeeld stompen en trappen om die verschrikkelijke Psycho Pigs te verslaan. Van een draak leer je vliegen en vuur spuwen en pak eens een stok op om je tegenstanders op een afstand te houden. Een eindbaas probeert je te beletten om bij de vulkaan te komen. Je zal er toch naartoe moeten, want je zal uiteindelijk moeten afdalen in de krater. Eenmaal in de krater slinger je de vleesetende planten van hun rots en onderweg eet je je favoriete voedsel. Je bent een kikker, vergeet dat niet. En je eet dus insecten. Die veren die gebruik je om de raven van je af te houden. Over Faxanadu voor de NES gaat onze eerste tip van vanavond. Het begint allemaal in dit dorp, van waar je naar rechts loopt en dan direct omhoog. Wat is er precies aan de hand? De fonteinen die al het leven beïnvloeden zijn vergiftigd en nu spuiten ze niet meer. Hoe wek je de drie fonteinen waar het om gaat weer tot leven? Op dit punt begint onze power tip. Hier moet je zijn en loop naar links. Voor de deur gebruik je de jacksleutel. Wat je nu ziet is overigens de eerste fontein. Wel troosteloos, zo zonder water. Een speedy-up nu, want we hebben haast. Van de eerste fontein moet je het elixir vinden. En dat gebeurt hier. Loop dan naar het mannetje rechtsbovenin. Maak een praatje en vertrek weer snel naar buiten. Zorg wel dat je de wingboots draagt en loop helemaal naar rechts. Daar pak je eerst nog even dit ventje aan, wat stappen naar links en huppakee omhoog. Met de wingboot al maar omhoog. En als je met hem praat, gaat deze fontein ook weer spuiten. Vervolgens haal je bij de guru de jokersleutel. Dat zie je nu dus. De sleutel is voor deze deur. Stappen doorheen en dat is lastig, een draak. Die verslaan we even en lopen dan gewoon verder. Dat oude mannetje spreek je aan. Doe dan wat stappen terug en ga vervolgens weer op hem af en praat weer wat. Dat moet zo omslachtig, anders krijg je de Ruby Ring niet. Hierna is het de kwestie van naar links lopen. Je ziet dat de grote fontein inmiddels weer vrolijk spuit. De steen erachter kun je nu wegduwen omdat je de Ruby Ring hebt. Daar verschijnt dan een trap. En met de Queen-sleutel is die deur daar geen hindernis meer. Op naar het volgende veld. Wie benieuwd is of Mario en Yoshi nog steeds zo hoog scoren in de top 10, moeten we even goed opletten. Hier komt namelijk de Power Choice van deze week. Het lekkere schietspel Gradius 2 voor de Game Boy is vandaag nieuw op nummer 10. Kevin McAllister in het spel Home Alone van Master System houdt het voor gezien. Hij zakt naar de 9e plek. Dat ziet er dus niet goed voor hem uit. En die arme jongen had het al zo zwaar. Beter nieuws valt er gelukkig te melden voor Castlevania 2. Deze Game Boy hit komt nieuw binnen op nummer 8. Ook nieuw, maar met net iets meer snelheid stuift Roadrunner deze week de top 10 winnen op plaats 7. En op 6 vinden we, net zoals de vorige week, Battle Clash voor de Super NES. En Mario en Yoshi zijn samen aan de terugweg begonnen. Dit heerlijke spel voor de Game Boy zakt een aantal plaatsen deze week op 5. Mickey's Magical Quest op de Super NES zit nog steeds in de lift. Zijn speurtocht naar Pluto en Boris Boef leidt hem voorlopig naar plaats nummer 4. En ook Terminator 2 weet niet van ophouden. En wie had het anders verwacht van deze onverschrokken held van de Mega Drive? Hij gaat deze week van de 5e naar de 3e plaats. Op 2, Mickey Mouse 2. En ook dit spel voor het Master System is wat gestegen. En wie goed heeft opgelet, kan het al weten.
Jawel, het is Wally de Walrus in de New Zealand Story op het Master System toch nog gelukt. Zijn jacht op de kiwis heeft de New Zealand Story alsnog op de eerste plaats van onze top 10 gebracht. Dat moet zo moeilijk zijn. Submarine enemy. Finito! Mis. Kan het beter? Geen geintjes, op je plaatsen zijn bezig midden in plaats. Een aanval. Wapens gereed maken. Aanval? Wapens? Hallo? Hallo? Aanval. Wapens? Wapens. Standby invoering doel. Hoek inzien 30 graden stuur. Draai toe. Draai Leer. Toe. Doe. Draai toe. Doel. Waar blijft het doel? Doel, ja. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Komt wel goed. Ja? Maar aan oefenen. Jeetje, dat is wel spannend. We zijn nu op een onderzeeër. We zijn op een onderzeeboot. Ja. De bruinvis. En er zijn nergens ramen, hè? Nee, inderdaad. Er zijn nergens ramen. We hebben twee hele kleine raampjes die eigenlijk toegankelijk zijn voor de officier van de wachtende commandant. Ja. En dat zijn de twee periscopen. Hebben jullie wel eens gewoon een paar maanden onder water? Een paar maanden is wat overdreven, maar een fix aantal weken, dat zeker. Er zijn ook videogames die gaan over onderzeeërs. Zijn die enigszins te vergelijken, denkt u, met de werkelijkheid? Nou, een aantal zijn wat minder. Ik heb een hele goede gezien. En die komt overeen met, althans in grote lijnen overeen met wat je hier in de commandocentrale van de Bruinvis ziet. Nou, bedankt voor deze uiteenzetting. De oefening is afgelopen. De oefening is afgelopen. Ja, nou dan ga ik maar weer een beetje pitten, denk ik. Want ik werd zo ruw uit mijn slaap heb ik gehaald. Dat maak je toch in je stoutste dromen niet mee, hè, zoiets. Je bent op een Bruinvis onderzeeër. Het is een beetje donker. Ja. Ja, zo. Wat is er nou gebeurd, zeg? Namu? Powerplay Powerscore. En ook vandaag gaan we weer twee kandidaten tegen elkaar opnemen in de Powerplay Modules. En dat zijn Christian en Pascal. We beginnen bij Pascal aan deze kant. Goedendag. Welkom in de studio. Je bent een major game freak. Nou, gaat wel. Het gaat wel. Ik heb je net al zien oefenen. Road Rash, hè? Gaan jullie spelen vandaag? Ja. Ja? Waar gaan jullie racen? In Hawaii of zo. Aan de andere kant staat Christian. Ja, ook welkom in de studio. Ben je ook iemand die het niet kan stellen zonder videogames? Dat wel. Het is niet een verslaving. Nee. Dat niet. Nee. Nou, ik wens je erg veel succes. Ik zou zeggen, gaan jullie allebei lekker zitten. Road Rash 2. Ga lekker zitten, joh. Nu is het zover. Road Rash 2 gaan ze spelen en ze gaan inderdaad racen op Hawaii. Ze hebben allebei een zeer snelle motor uitgekozen. En ze gaan proberen om in 1 minuut de eerste positie te behalen. Degene die tweede is na die minuut, die zien we niet meer terug. Die wordt opgesplitst in duizenden kleine deeltjes. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we aftellen. 5, 4, 3, 2, 1,
Start. Het was weer een nek aan nek race, maar we hebben een winnaar. Pascal, van harte gefeliciteerd. Dank. Dat heb je mooi gedaan. Je krijgt van mij een abonnement op het meest veelzijdige spellingblad van Nederland. Alsjeblieft. Dat krijgt je compaan Christian, die krijgt dat ook. We weten niet waar die is, maar we sturen het hem nog wel naar. Ook voor jou natuurlijk de Powerplay card. Maar even samen voor de pers hebben, de krant morgenochtend. Hallo. Van harte gefeliciteerd. Je mag een spel naar keuze uitzoeken. Weet je welk spel dat gaat worden al? Nou, ik weet nog niet. Je hebt geen idee? Nee. Nou, je hebt een hoop tijd om daar even rustig over na te gaan denken. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. En veel reuze mee, hè, qua zenuwen. Ja. Moet die mensen vervolgen. Kid Chameleon is bezeten van videogames. Wie niet? Bij hem liep het echter verkeerd af. Hij is namelijk gevangen genomen door een videokast. Op zich natuurlijk geen ramp, maar om nu je hele leven in de Blue Lake Woods rond te dolen, dat is geen pretje. Zaak dus om de uitgang te vinden. Dit spel voor de Mega Drive heeft maar liefst 104 levels en om ze allemaal te doorlopen heeft Kid Chameleon verschillende helpjes en harnassen nodig. Die zitten verstopt in B-blokjes. We zijn nu in het tweede deel van de Blue Lake Woods en Kid is hier een samurai. Dat is erg handig, want met zijn zwaard kan hij de tegenstanders uit de weg sabelen. De route voert door grotten en spelonken, waar giftig grondwater uit het plafond komt druppen. En hier, in Highwater Pass 1, speelt de powertip zich af. Kid is uitgerust met het helmpje waarmee hij muren kapot kan beuken. Hij kan nu alleen niet tegen muren opklimmen, terwijl dat hier wel zo handig zou zijn. Boven zie je een P-blokje hangen. Spring er tegenaan en de helm met de nuttige eigenschap klimmen komt tevoorschijn. Beuk het blokje kapot en ga vervolgens tegen de linkermuur staan. Druk snel achter elkaar op knop B en in razend tempo bestijgt Kid de muur. Spring wel op tijd naar rechts voordat je bij het puntige plafond komt. Virtual Reality. Vorige week hebben we je daar al wat over laten zien in Power Player. Virtual Reality is een technische ontwikkeling waarmee je zelf echt onderdeel wordt van een videogame. Deze opzienbarende techniek zal de beleving van videogames een totaal andere dimensie geven. Bovendien valt er nog erg veel over te vertellen. Daarom krijgt VR, Virtual Reality, vandaag in Powerplay opnieuw volop de aandacht. Je staat op het punt om binnen te dringen in het Rijk van Keldorop, waar de donjons van Tarik Edwin staan. En als je het overleeft, zou je de Godin Tol Orin kunnen bevrijden uit haar eeuwige gevangenschap. In deze driedimensionale wereld van virtual reality zul je blootgesteld worden aan afgrijzelijke gevaren. Het gevaar ligt overal op de loer. Op je zoektocht naar de legendarische verloren gegaane schatten zul je vechten met geraamten, gnomen en reusachtige spinnen. Monsters uit je ergste nachtmerries. Duw de ring omhoog en ga erin staan. Neem het vizier, doe het over je hoofd en laat het over je schouders hangen. Zet de vizier dan met beide handen op je hoofd. Rechts zit nu je joystick. Neem de joystick in je hand. Als je hem voor je uithoudt, kun je je eigen hand zien. Eenmaal in de donjon kun je je joystick je dolk worden, je zwaard, een handboog of een bijl. Je kunt kiezen met welk wapen je vecht door de voorste knop op de joystick in te drukken. Maar je zult alleen overleven als je met deze wapens om kunt gaan en ze meedogenloos kunt gebruiken. Verander onder het vechten nooit van wapen en blijf bij je tegenstander in de buurt. Aan deze adventure game nog een voorbeeld.
Een virtual reality actiespel. Ga eerst in de cockpit zitten en zet je vizier op. Maar voor je onverschrokken het luchtruim kiest, moet je het volgende weten. Als je de stuurknuppel naar achteren trekt, stijgt het vliegtuig. Als je de knuppel naar links of rechts beweegt, gaat het vliegtuig naar links of naar rechts. Onder je rijdt een trein met vijandelijke goederen. Zeppelins droppen kisten met munitie. En er zweven versperringsballonnen. Je vliegt onder spervuur van vijandelijke vliegtuigen. En als je de bonustijd haalt, zul je strijd leveren met de Red Baron himself. Het is het ultieme gevecht om de heerschappij in het luchtruim. The name is Pond. James Pond. Oftewel, codename Robocod. Yeah. Zijn pinguïns zijn door de verschrikkelijke sneeuwman gevangen genomen en hij moet ze bevrijden. Vandaag schoten we je een tijdloos secret voor, waardoor je maar liefst 10 minuten lang onsterfelijk wordt. Hier is weer, en hij is dol op een naamjingle, dat weet ik, Daniel Dekker. Dankjewel Martijn. Op dak liggen 5 voorwerpen. Neem eerst even een kijkje op het dak, zodat je weet welke voorwerpen waar liggen, want dat is erg belangrijk. Pak ze in de volgorde, zodat de eerste letters het woord cheat vormen. En wat dat betekent, hoef ik je niet meer uit te leggen. Pak dus eerst de cake. Dan de hammer, de hamer dus. Earth, de aardbol. De apple, oftewel de appel. En als laatste de tap, de kraan. Als je dit goed hebt gedaan, begin je te knipperen. En dan ben je voor 10 minuten onsterfelijk. Dat wil zeggen, alleen de tegenstanders doen je niks meer. Je moet trouwens nog steeds uitkijken voor putten en punten. Tijd nu voor het Power Game fragment. En die dacht dat hij vorige week de juiste oplossing had gevonden. Nu kan je het nog even checken. Dit is namelijk het fragment van vorige week. Ook dit fragment van Echo the Dolphin bleek voor veel mensen geen probleem. We zaten bijna letterlijk tot onze oren in de juiste inzendingen. Om iedereen een gelijke kans te geven, werd helemaal van onderuit de stapel de winnaar van deze week gepakt. Dat is geworden William Swinkels uit Bakel. Gefeliciteerd, jij krijgt je prijs en een videogame naar keuze zo snel mogelijk bij je thuis bezorgd. Wil jij ook nog 1 keer een kans maken op deze mooie prijs? Dan hoef je ons alleen maar te laten weten uit welke videogame het volgende makkelijke moeilijke fragment afkomstig is. We wensen je heel veel succes. Denk je het goede antwoord te weten, schrijf het dan onmiddellijk op een briefkaart. Stuur het op naar Tros Powerplay, postbus 283-00-1202-LH in Hilversum. Dus postbus 283-00-1202 Lethal Hank in Hilversum. Tros Teletext, pagina 351, kunnen afloop van het programma het een en ander nog eens rustig teruglezen. Doe dat ook, dan staat een hoop extra info. De energiemeter is, ja, die is helemaal leeg. Wij moeten er weer uit. Volgende week vrijdag zijn we er weer. Same time, same place. En dat zal dan de allerlaatste aflevering worden van dit seizoen. Dus wie zich nog eenmaal te goed wil doen aan het allerlaatste nieuws, de tips en de secrets, die moet zeker kijken. En zoals het er nu voor staat, hebben we nog wel wat bijzondere onderwerpen als uitsmijter volgende week. Ik kan er niks verklappen, hè? Maar ik beloof wel dat het de moeite waard is. Be there, ik ben er in ieder geval. Tot de volgende week. Poink. Na het journaal ziet u Dingbits.